Brilde, kijk die bril. We zijn gearriveerd in Naaldwijk. We gaan even acclimatiseren. Te weinig e-nummers in deze, denk ik. Kijk, op mijn vingers zitten. Oh. Ik had even dat je gezegd dat je zwanger was. Good morning, jongens. Ik zit even lekker de frisse lucht op te snuiven uit het open raam bij de slaapkamer. Want ik ga zo mijn haar doen en mijn mascara moet ik nog opdoen. En dan ga ik gezellig met Rutger afspreken vandaag. Een dag lang gaan we daten. Rutger heeft het avondeten geregeld en ik de lunch. En het is op een heerlijke locatie. Allebei, kan ik je alvast vertellen. Dus ik heb er heel veel zin in. En als ik het haal, ga ik heel snel nog even langs de winkels om een cadeautje te halen voor Kees. De vader van Rutger, maar nou heb ik al heel veel verklapt. Maar goed, mijn haar ga ik lekker krullen. Dus genoeg te doen, werken aan de winkel. Vergeet niet trouwens, jongens, ik zeg het maar weer even, want ik vergeet het altijd. Om een duimpje omhoog te doen. Dat kan hier beneden. Abonneren trouwens ook leuk. En je kan me altijd volgen op Instagram in de tussentijd. Ook leuk. Oh, 15:15, ja. Oké. Nou, ik haal het hoor. Ik kan zelfs nog even naar voor Kees wat halen. Ja. Voor een verjaardag. Ja. Nou, jongens, wat een timing heb ik. En wat een details. Maar ik heb het cadeau leuke chocola had ik even gekocht. Want Kees, Rutgers vader, houdt veel van boten en varen. Dus daar heb ik een paar bootjes erin. Vind ik nou weer zo leuk. Dus dat cadeautje blijft leuk in mijn auto. En Rutger zou om 12:15 aankomen en ik om 43. Nou, wat een timing en wat een locatie. Ik heb het gevoel dat Denise mij gaat pranken heel de dag. Nee, we hebben gewoon een... Brilde, kijk die bril. Nee, maar grapje. We hebben gewoon een ontspannen dag. Oké. Okay. Denk ik. Ja. Want Rutger heeft iets in petto. Zeker. Ik memories. Ook... Memories. Ja, memories. Oh. En dit is ook een memory van 10 jaar geleden. Vandaag was het. Wat ik effe naar jou... Ja. Is dat 10 jaar geleden? Ja, eng. Maar hoe oud zijn wij dan wel niet? Ja, even mijn gezicht. Als we daar al van geen luier meer aan hadden. Oh. Ja, hoe oud zijn we? Nou, that's the question. Wie is er ouder? Jij bent langer. Ja, dat is waar. Dus ouder. Ah, mooi. Een boom. Nou, kijk je op 2 gerimpelde schorsen uit. Ons eten is gearriveerd. Ik heb dit. En ik dit. Een carpaccio. En... tomato. Heerlijk. Eet smakelijk. Even lekker smikkelen. We herinneren ons ineens aan de date gaat mis video van vroeger. Ja. Maar wat ging er mis? Niks, maar dat was gewoon de titel. Volgens mij ging dat alles spekje ging mis in die tijd. Ja, wat ging er nou mis in die video? Was het niet op de halfpijp dat je viel? Nou, ik dacht dat we zo'n spek gingen eten, zo'n lange. Ja. En toen viel die of zo uit onze mond, dat die afbrak. Nou, laten we even kijken. Ja. Dit gaat pak, mis. Maar, nee, dit konden we toen ook. Pak maar mijn hand. Oh, wacht. Help. Wat, jullie hebben sterk. Nou, het is gelukt. Ja. Nu hebben we heel erg gezellig hier een zak chips meegenomen. En die gaan we lekker opeten en een beetje praten en een beetje afkoelen. Heerlijk. Maar wat zal er vandaag misgaan? En wie is er het oudst geworden? Hoe bedoel je? Nou, we waren toch jong daar? Ja.
We zijn gearriveerd in Naaldwijk. Want ja, we hebben het net niet duidelijk gezegd, maar daar zijn we dus naar onderweg. Waarom? Omdat Rutger en ik houden niet van vernieuwingen. Nee. En we doen altijd dezelfde dingen. Ja. Dat is dit, Naaldwijk. Ja. De Schilpen. De Schilpen, een museum. Vlietzicht. Vlietzicht. Dat zijn eigenlijk de drie dingen die we kunnen doen. Ja. Dus ik ben benieuwd of er veel is veranderd. Want nou, ik ben hier jaren, ik denk wel nou, 5 jaar ja, niet sinds geweest. Sinds wij zijn gegaan, denk ik. Ja. Nou, er is één file. Is het nou zo druk? Ja, allemaal willen ze naar Naaldwijk. Omdat het zaterdag is. Ik zie al spoilers. Er zit een action. Oh, dat is leuk. Nou, wat een herinneringen heb ik hier aan. Welkom in de tuin, kijk je ogen uit. Jongens, H&M zit er nog, maar... Heel veel winkels zijn gesneuveld. Oei. Zoals onder andere Rutgers favoriet, het haantje is weg. Daar zit een Xenos nu. Ja. Ja, we gaan even acclimatiseren. Een gezellige snoepzak. Misschien te weinig E-nummers in deze, denk ik. Nou, die heb ik wel eens. Oh ja, die zijn wel lekker. Honing. Delicious. Delicious. Kopen? Ja. 50 cent per stuk. Zo. Nou. Oké, 4. Dan is het alweer mooi geweest. Het is bezig. We gaan even naar een concert. Mag je halverwege hem binnenlopen? Ja, natuurlijk. Kom aan boord. Ik ga alleen op vakantie in kerken. Dus het is net of we op vakantie zijn, hé Rutger. Nou, ik vind het ook heel erg leuk. Ik heb een parkiet gehoord in de sierenwinkel, maar we zien hem niet. Oh, oh hier. Kijk, op mijn vinger zit hij. Oh. Hey, daar zijn jullie. Oh, geel en groen. Een groene kont, toch? We zijn bij het historisch centrum aangekomen van Naaldwijk. Met een prachtige rij huizen. In de video dat het misging, dacht ik dat we dit gingen eten. Denk je? Volgens mij wel. We hebben het nog niet gehad daar. Oh. Ik eet wel aan die kant. Snel. Oké. Dit is hoeveel lef we hebben. Niet heel veel dus, want er is nog een groot gedeelte over. En tijdens zo'n stadswandelingetje ontdek je nog eens wat. Een hofje van 9 tot 4. En maar hoe laat is het nu? 20 over 4. Dat kan nog wel. Toch? Nou, wat mooi. Een brutaal mens, hè? Heeft dat? Je ziet wat. Ik zei hey, hallo en hij rende naar me toe. Braaf. Hallo! Ja, leuk in een winkelcentrum. Wat leuk nou weer. Ja, ik kan niet aan je, want ik ben allergisch. Ach, en hij doet heel springend bij jou. Doei! Doei! Nu ga ik nog even piano spelen, want ik ben nu bij de piano en dat ben ik niet heel vaak. Dus ik dacht, ik speel even iets voor jullie. Let it go, let it go. Oh, wat leuk!
hebben we. Ik dacht even dat je zegt dat je zwanger was. Nee! Waar Jan Smit bleef hangen, welk ga... Televisieur, ga ja. En de bekendste voetballer. Oh, dat is Johan Cruijff. Ja, net voor het hele uur, een quiz. 2:12. Ja. Oh, in Londen, een voetbalclub. Het bekendste schilderij in Parijs in het Louvre, met die glimlachende vrouw. Mona Lisa. Bijna is de tijd om. NSF. 5 punten. Oh! Oh. Ik heb niet gedacht, ik heb niet ouder. En wij hebben verloren. Jammer. We gaan inlopen. Ja. Hoorde je mij zeggen toen wij hier stonden en jullie daar? Toen zei ik, we gaan inlopen. Ik zit in de auto. En nu ben ik weer thuis na deze geweldige dag. Ik kan alleen maar hopen dat het niet te rommelig was gefilmd. Want volgens mij heb ik her en der dan weer dit gefilmd, dan weer dat. Maar als over het geheel de sfeer maar duidelijk is, dan ben ik tevreden. Dus ik hoop dat het leuk was om naar te kijken. Jongens, mijn haar zit anders, want ik heb deze geweldige vintage haarclip uit Gaby's collectie gekregen, de Rutgers moeder is dat. Ik ben erg benieuwd als jullie met je vriendinnen, vrienden afspreken, wat jullie dan doen. Zijn jullie zoals ons? Doe je altijd hetzelfde? Of zijn jullie van de vernieuwende dingen? Praat er even over door in de reacties en dan zie ik jullie heel graag de volgende video om 4 uur weer terug. En dankjewel voor het kijken.